De start is gevallen. Begin met een galopaarde voor Bando Davan. Die raakt daardoor achterop. En een duel om de leiding. Dat duel om de leiding gaat voorlopig nog even verder. Aan de buitenkant Boogie Pet, maar aan de relingzijde... Uitgeschakeld, nummer 8 galop. Is Bacardici sneller weg. Bad Boy de Chenu ook foutief van start af. Zo gaan de paarden de bocht door. Bacardici neemt de kop. Daarachter ligt Boogie Pet. Zo gaan de paarden de bocht door. En op plaats 3 daarachter is aan de relingzijde terechtgekomen. Daar lag hij eigenlijk ook al van start af. Chanel de Giné met André Bakker. Zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. We hebben straks nog 2 ronden te gaan. En uit de start van het veld komt ook wat beweging. 1 deelnemer komt door het derde spoor op dit moment naar voren. En dat is Dressed for Success. Dressed for Success maakt op dit moment veel terrein goed aan de buitenkant. En we hebben nog 2 ronden te gaan. 1 deelnemer gaat voor hem uit. En dat is André Bakker die snel de leiding overneemt met Chanel de Giné. Chanel de Giné leidt, maar Bakker had al omgekeken. En laat straks zijn neef waarschijnlijk voorbij met Dressed for Success. Daarachter aan de relingzijde volgt nu Bacardici. Dan Boogie Pet, de eerste paard aan de buitenkant. Daarachter, achter Boogie Pet op plaats 5, is de favoriet Clovis de Nap. Dan volgt Carnaval aan de binnenkant. Daarachter in het tweede spoor Cadon de Nadouche, de 2. En daarachter aan de relingzijde is dan Bando Davan er ook weer bij. Daarachter in het tweede spoor ligt John de Leeuw. John de Leeuw met paard nummer 10. En dat is Albert. En zo zijn de deelnemers in de rechte lijn overzijde. En dan zijn we helemaal in de start. En dan gaat Dascalia nu ook naar voren. Dan gaan wat paarden in het tweede spoor naar voren. Dress for Success leidt daar. Maar die had het tempo er even uitgehaald. En er komen gelijk deelnemers aan de buitenzijde. En heel wat ook. En de leiding wordt nu overgenomen door Clovis de Nap. Clovis de Nap, dan Dressed for Success. Aan de buitenzijde Canon de La Douce. En daarachter aan de relingzijde volgt Chanel de Giné. En zo gaan de paarden de bocht door. Albert ligt nu 5, daar ligt er mooier in nu. En zo zijn die deelnemers in dat tweede spoor aardig opgeschoten. Daar zit ook Dascalia bij. En zo gaan de deelnemers de rechte lijn voor de tribune weer in. Rust in het peloton met nog ruime ronde te gaan. En de leider is de favoriet, dat is Clovis de Nap. Clovis de Nap aan de buitenkant Canon de La Douce, waar Jos Oorthuizen vandaag verwachtingen van had. Daarachter volgt Dressed for Success aan de relingzijde op de rug van de favoriet. En 4 aan de buitenzijde ligt Albert. 5 aan de relingzijde is de nummer 1, dat is Chanel de Giné. 6 aan de buitenkant Dascalia ligt er nu ook mooier met Verbeek. Veel mooier dan vorige week. Dan volgt Bacardici, dan Boogie Pet, dan Bando Davan. En aan de relingzijde daarachter volgt nog Carnaval. Maar dan gaan de rechterbocht door. Leiding nog altijd met een lengte voor Clovis de Nap. Clovis de Nap, daarachter maakt Dressed for Success een hele fijne indruk. Aan de buitenkant daarnaast Canon de La Douce. En daarachter Albert, die al een halfspoortje naar buiten gaat. De leeuw heeft wel aanvallende ambities, mag die ook hebben met dit paard. In dit veld zeker, want hij loopt normaal gesproken tegen betere paarden. En hij gaat straks ongetwijfeld aanval kiezen. Nummer 6, galop en onregelmatig. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. En de koploper gaat op niemand wachten. Het is Clovis de Nap die gaat versnellen. Clovis de Nap, daarachter Dressed voor Succes. Aan de buitenzijde zakt Canon de La Douce ietsje terug. Binnendoor gaat naar voren Chanel de Giné. En zo gaan ze de laatste bocht door. En inmiddels zijn ze halverwege de Tjarda-bocht. En het is Clovis de Nap. Die pakt nu een anderhalve lengte. De enige die in de buurt kan blijven is Dressed for Success. En die gaat er zelfs al achter vandaan. Die heeft nog wel aanvallende ambities. Aan de buitenkant komt nu ook Dascalia op. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Proppen eruit bij Dressed for Success, maar aan de relingzijde nog altijd Clovis de Nap. Aan de buitenzijde is Chanel de Giné, samen met Dressed for Success. Maar Ebbingen beweegt amper, hij heeft hem al binnen. Clovis de Nap gaat hem winnen. Clovis de Nap de winnaar. Dressed for Success wordt tweede. En op de streep is nog net Dascalia waarschijnlijk derde voor de 1, Chanel de Giné. Maar dat scheelt heel weinig.